Hey allemaal, het is november. Heel wat onder ons hebben nu het genot van een weekje herfstvakantie. Ik heb alleen vandaag nog een dagje verlof. Ik ga de rest van de week terug werken. Maar het was het ideale moment om een filmpje op te nemen. Ik wil met jullie een aantal favoriete producten, veelgebruikte producten van de maand oktober overlopen. Ik heb een kleine selectie gemaakt van make-up en skincare. Met een aantal oude favorieten, maar ook met een aantal nieuwe producten. Ik heb de laatste weken heel erg veel gebruik gemaakt van mijn kleinere oogschaduwpaletten. Nu, ik moet zeggen, ik heb zowel kleinere paletten, en met klein bedoel ik dan een stuk of tussen de 4 en de 6 kleuren. Dingen zoals dit van Urban Decay, het Naked Basics palet, zowel de 1 als de 2. Of zoiets als Tom Ford. Dit is het Quad in Nude Dip. Draagbare kleuren, neutrale kleuren. En het is dan gemakkelijk om die twee paletjes ook onderling te mengen. En zowel mattere kleuren als meer glanzende kleuren met elkaar te combineren. Ik heb een beetje afscheid genomen van mijn gigantische paletten van 12, 15, 20 kleurtjes. Ik heb ze nog altijd. Ik gebruik ze ook nog wel af en toe. Maar voor dagelijks gebruik en ook zelfs in het weekend grijp ik eerder naar dergelijke compacte paletjes. Omdat ik het gevoel heb dat ik weet dat ik met één paletje een volledige ooglook kan maken. Er is keuze genoeg, maar er is niet te veel keuze. En dat maakt het eigenlijk niet al te moeilijk. En als ik wil, kan ik onderling nog een klein beetje combineren. Ik heb ook elke dag opnieuw, en letterlijk elke dag opnieuw, gebruik gemaakt van exact dezelfde bronzer en exact dezelfde blush. De bronzer zit in dit paletje en dit is het Filmstar Bronze & Glow Palette van Charlotte Tilbury. Ja, je zal wel zien, de bronzer is zeer, zeer geliefd. De highlighter vind ik ook erg mooi, maar het is vooral de bronzer die ik zeer vaak gebruik. Ik zou heel graag willen dat ze die bronzer apart zou verkopen. Voor zover ik gezien heb op haar website, kan je dit kleur bronzer enkel in dit duo paletje kopen. Het is een mooi paletje, het is ook een prachtige verpakking, daar niet van. Maar ja, je ziet zelf ook wel dat ik heel veel gebruik maak van de bronzer en minder van de highlighter. Dus is het voor mij toch wel een beetje zonde om telkens een volledig duo te moeten kopen om dan vooral de bronzer te gebruiken. Het is voor mijn lichtere huid een perfecte kleur om zowel een beetje aan bronzen als aan contouren te doen. En het maakt het gewoon heel gemakkelijk. De formule is super zacht, waardoor dat ik nu dat ik een serieuze pan heb geraakt, af en toe wel wat brokjes zie loskomen. Maar die kan je gelukkig wel goed inblenden met een fluffy borstel. En de blush, het is waarschijnlijk geen verrassing, want ik heb hem al heel wat keertjes laten zien, is deze oude van Chanel, Horizon de Chanel, een limited edition. En er zit een serieuze deuk in, maar er zit ook wel pen in. Dus als ik er zo naar kijk, zie ik echt wel ja, de deuk letterlijk uitgedeukt. Ik gebruik deze blush heel graag. Het geeft een frisse blos op de wangen. Je kan hem lichtjes aanbrengen, je kan hem wat feller opbouwen, want ik hou wel van een mooie blush. Ja, helaas limited edition, maar ik heb liever mijn producten zo te gebruiken dat ik zie dat ik er echt wel geniet van heb, dan ze onaangeroerd aan de kant te laten liggen, want dat vind ik eigenlijk alleen maar zonde van het geld. Dus een vaste combinatie in oktober, de bronzer van Charlotte Tilbury en de blush van Chanel. Een andere favoriet van oktober is deze lipstick en die heb ik vandaag ook op mijn lippen. En dat is MAC Liptensity in de kleur Postmodern. Ik heb er vrij recent nog een blogpost van online gezet. Ideaal vind ik dat je de kleur kan zien aan het deksel, dus elke lipstick heeft een ander dopje. En als je er meerdere van hebt, is dat net ietsje gemakkelijker om uit de lade te halen. Het is denk ik een belangrijke lancering van MAC, omdat het een volledige collectie is. 24 tinten, 18 permanent, 6 limited edition. Het zijn lipsticks die heel gepigmenteerd zijn. Het zijn de meest gepigmenteerde lipsticks die zij in assortiment hebben. En ze zouden 3 keer zo gepigmenteerd zijn als de andere lipsticks. Dus je krijgt heel wat pigment in zo één lipstickhuls. Ze glijden over de lippen. Ze geven een soort van creamy finish. Dus niet de matte, droge finish die dat we tegenwoordig gewend zijn met die liquide lipsticks. Maar niettemin, ook voor een creamy lipstick blijft die super goed zitten. Ook op het einde van de dag blijft er zo'n soort van stain achter. Dus je verliest nooit alle kleur. Het is een grote collectie, lichtere kleuren, felle kleuren zoals deze, maar ook hele donkere kleuren, tot zelfs zwart. Dat zou ik nu persoonlijk niet echt dragen, ik val dan meer op dit soort kleurtjes. Maar goed, voor elk wat wils en zeker een mooie lancering om naar te gaan kijken. 3 van de 4 weken op mijn nagels gehad, uiteraard vandaag wel niet, maar dus de rest van de maand wel. En dat is Essie Romper Room. Het is een van mijn recentste aanwinsten. Ik hou echt van dit type kleurtjes.
lichte pastelkleurtjes, bijna wit met een vleugje pastelroze erin. Als je dit op je nagels hebt, dan lijkt het alsof je heel mooi gemanicuurde handen hebt. En eigenlijk met een klein beetje inspanning, ja, zien je handen er heel verzorgd uit. Maar een grote favoriet van mij is Essie Fiji. Die is ietsje lichter. In Romper Room zit ietsje meer roze, maar ze zijn zeker aan elkaar gewaagd. Een mooie creamy finish. Twee laagjes is wel een must, maar ja, staat mooi op de nagels en blijft ook goed zitten. En zoals we van Essie gewend zijn, een goede kwalitatieve nagellak met een heel fijn en gemakkelijk borsteltje. Ook favoriet deze maand, en dat zie je niet zo heel vaak voorbij komen, is een volledig nieuw parfum voor mij alleszins. Dit is Lancôme La Vie Belle de Eau de Toilette. Dit parfum zelf is niet nieuw in de zin dat het denk ik een tweetal, 2,5 jaar oud is. Maar ik heb het alleszins nog nooit gebruikt. Het is de eerste keer dat ik het in mijn collectie heb. De Eau de Toilette is uiteraard ietsje lichter dan de Eau de Parfum. Maar ik vind het toch nog een heel intense geur. Bloemig, een beetje zoetig. Vanille zit erin, een beetje poeder op het einde. Het is een hele mooie flacon, vind ik zelf. Met dat strikje. Het is precies zo een sjaaltje dat om de nek van een Parisienne hangt. Voor mij sluit het heel mooi aan bij mijn andere bloemige parfums. Zoals Victor & Rolf Flower Bomb of Jean Paul Gaultier Le Classique. Het is dat soort geur dat ik wel lekker vind. Dus ja, het ligt in dezelfde lijn. Het is niet een gigantisch andere geur. Ik ben niet zo van de hele frisse waterige geurtjes. Bij mij gaat het eerder bloemig, wat zwaarder, vrouwelijker zijn. Dus ja, voor mij een hele leuke ontdekking deze maand. Dan komen we bij Oskia. Dit is de Renaissance Cleansing Gel. Waarschijnlijk als je een aantal kanalen op YouTube volgt, voornamelijk Britse kanalen, dan heb je dit product en dit merk zeker al zien voorbij komen. En zo is dat ook op mijn radar geraakt. Ik ben in het voorjaar naar Londen gegaan en dit stond op mijn wishlist. Ik heb dat toen gekocht bij Space & K. Er zit maar 100 ml in en ik weet nog dat ik dacht toen ik hem kocht, oh dear, 100 ml, daar ga ik zo doorheen zijn. Maar voilà, we zijn intussen november en hij is nog altijd niet leeg. De cleansing gel komt eruit als een soort van roze gel. En dan begin je hem op te warmen met je handen en op de huid uit te wrijven. En dan wordt dat eigenlijk heel snel een olie. Ideaal dus om je gezicht heel grondig te reinigen en tegelijkertijd een goede massage te geven. Ik gebruik die persoonlijk heel graag in de ochtend. Het is echt een smeltende reiniger die heel veel vitamines en enzymes bevat. En je huid ook ja, laat stralen van binnenuit. Ik ben er super content mee. Dus als ik terug naar Londen ga, dat deze opnieuw op de wishlist gaat staan. Ik vind hem wel zijn geld waard. Maar je moet dan wel een beetje kijken waar je hem koopt. Oskia is sinds kort ook in België te koop bij Fin du Jour. Dat is een hele leuke winkel in Gent, maar de prijzen van de Oskia skincare liggen daar ietsje hoger dan wat je online gaat betalen. Ik heb ook twee oude favorietjes. Het eerste is het Guerlain Super Aqua Serum, maar dan de light versie. Je hebt het gewone Super Aqua Serum en dan heb je deze, de light. Deze is ietsje lichter van textuur en ietsje meer gericht op de gemengde tot vette huid. Het is eigenlijk een heel hydraterend serum. Het zorgt ervoor dat je huid heel veel water, heel veel hydratatie in zich krijgt. En dus ook een soort van plumpend effect krijgt. Uiteraard, het is Guerlain, dus het kost wel wat. Maar ik heb het opnieuw gekocht omdat ik zo tevreden was van de vorige keer dat ik het Super Aqua Serum gebruikt had. Dat ik het geld het wel waard vond. En ik heb deze trouwens ook gekocht met zo'n kortingsactie bij Cipari XL. Dus 21% korting en dan viel het al heel wat beter mee om deze aan te kopen. Mooie flacon ook, ligt goed in de hand met een handige pomp. Dus goed hygiëne ook. Mijn andere oude favoriet is die van Caudalie, de Eau de Beauté. Nu, deze heeft een limited edition verpakking, maar de inhoud is uiteraard gewoon de Eau de Beauté zoals we ze kennen. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit nog een heel klein beetje in, ongeveer een centimetertje. Dit is een minietje van 30 ml, heel handig om ook onderweg mee te nemen. Het Eau de Beauté is eigenlijk een watertje waar dat er ingrediënten aan zijn toegevoegd. Dat je huid ook een oppepper geeft. Ik gebruik deze heel graag na de make-up. Voor een klein beetje fixatie, maar vooral ook om dat poederige weg te halen. Het is ook heel verfrissend. Het ruikt lekker en ja, geeft je een soort van energieboost. Ook deze is een oude favoriet van mij. Estée Lauder Advanced Night Repair Eye. Dus men is in de tijd begonnen met het serum. En dan is de ANR-lijn, dus de bruine lijn, uitgebreid met oogproducten en maskers tegenwoordig ook.
Maar dit is een minietje van de ooggel. Echt wel een hele fijne gel. Ik gebruik die inderdaad 's avonds, maar je zou hem ook overdag, alleen 's morgens kunnen gebruiken. Herstellend, een beetje anti-aging. Glijdt over de huid, want het is een hele fijne, frisse gel. Niet vettig. Ook heel aangenaam voor de oogcontouren aan zich. Dus ja, deze heb ik ergens gratis bijgekregen, want het is echt een minietje van 5 ml. De normale foodsize is er 15. En ja, door deze opnieuw open te doen en te gebruiken, heb ik beseft hoeveel dat ik van de ANR-lijn hou en ook van de oogproducten. Maar ik heb ook twee volledig nieuwe skincare producten deze maand om te laten zien. En dat zijn er twee van L'Occitane. Ze zijn in dezelfde verpakking, want het is alle twee een product uit de Harmonie Divine-lijn. Het ene is het serum. En ja, het serum bestaat eigenlijk uit meerdere componenten. Je hebt van die ingekapselde bolletjes en op het moment dat je het pompje indrukt, komt eigenlijk alles in één keer vrij. Het is een fijn serum, echt wel gericht op anti-aging. En in dezelfde lijn is er dan ook een dagcreme. Ja, super mooie pot vind ik zelf. Je kan het dan openen met een klepje, dus het is heel hygiënisch. Je krijgt er ook zo'n schepje bij, zodat je hygiënisch de crème uit de pot kan halen. Ik merk dat mijn huid altijd heel goed reageert op skincare van L'Occitane. Dus ja, hier komt ook nog snel een review van op de blog. Dan kan ik iets meer vertellen over ingrediënten en werking. Maar voor nu, ik ben er heel content mee. Ik heb ze elke dag gebruikt in oktober. En ik vind het super, super mooie potjes en verpakkingen. Het laatste product heb ik nog niet zo heel vaak gebruikt. Maar ik was onmiddellijk verkocht. Ongelooflijk. Dit is Lovea, Lovea Nature. Dit is de Karité Karma. Is een body lotion voor de zeer droge huid. Ruikt super lekker naar karité. Is heel voedend, maar is ook een hele lichte body lotion. Je zou dat misschien niet verwachten, omdat het zo ja, gericht is op karité. Je zou denken dat het een dikke boter is. Maar niets is minder waard. Het is een lichte lotion, komt uit het pompje. En je smeert het dan open over je huid. En het is eigenlijk een soort van water. Het transformeert naar water, het trekt onmiddellijk in, maar tegelijkertijd is het toch heel erg voedend. Heel interessant, ik weet niet hoe dat ze het doen. In elk geval, het is volledig natuurlijk en geen parabenen, dus alleen maar heel veel liefde voor het natuurlijke Lovea. Heel betaalbaar te vinden in de die, dus ja, echt waar, een dikke aanrader van mijn kant uit. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit waren de meest gebruikte en meest geliefde producten van de afgelopen maand. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!